12 mei 2023 is de dag van de zorg. En daar willen wij in het CWZ uiteraard ook weer heel graag bij stilstaan. Het thema dit jaar is trots. Hoe trots ben jij op iets of iemand in de zorg? We vroegen het onze collega's en onze patiënten aan de hand van de Trotsbox. Kijk je mee? Nou, ik ben trots op de zorg omdat ik binnen het CWZ bij de bloedafname een ontzettende leuke baan heb. Heel veel contact, kortstondig contact met cliënten en superfijne collega's. Ik wil alle medewerkers in de zorg in Nederland een hart onder de riem steken voor de komende jaren, waarin wij heel veel van ze vragen. En we zijn ze heel dankbaar voor alles wat ze al in de afgelopen jaren voor ons gedaan hebben. Wij zijn er trots op om de mensen te helpen hier in de acute fase op de spoed. En zeker omdat ook bij ons de spoedeisende hulp heel druk en hectisch kan zijn, zijn we er ook zeker trots op dat wij met elkaar en voor elkaar, ook in een acute setting, veilige patiëntenzorg kunnen leveren. Ik ben trots dat het ziekenhuis twee buitenklinieken heeft, waardoor we de zorg dicht bij de patiënt kunnen aanbieden. En ik ben zo trots op het CWZ, omdat het CWZ mij de mogelijkheid biedt om me verder te ontplooien. Ik ben trots op de zorg, omdat ik echt iets kan betekenen voor de dialysepatiënt binnen ons ziekenhuis. Wij zijn super trots op ons gezellige team en hardwerkende collega's. Ik ben er trots op om in het ziekenhuis van de regio te mogen werken. Ik vind het leuk om samen te werken met verschillende collega's in verschillende locaties. En flexibiliteit is heel belangrijk hier en dat gaat heel goed. Ik ben dankbaar, Mark, ja, dat dit hier heel goed verzorgd wordt. Alles, het eten en alles, alles op zijn tijd. Daar is echt geen klachten over. Ik ben trots op het CWZ omdat ik in een fijn team werk waar we goede zorg en service belangrijk vinden. De patiënt zich geholpen voelt en dat geeft een goed gevoel. Ben jij nou ook zo trots op iets of iemand in de zorg? Laat het ons weten in de reacties.